superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina en de video van vandaag is een Xenos shoplog. Ik kom er maar al te graag. Ik vind de Xenos echt een superleuke winkel. En ik kan nu met alle trots zeggen dat deze video ook een samenwerking met ze is. Dus dat maakt het natuurlijk ook extra leuk. Voordat ik jullie mee ga nemen in de winkel en mijn nieuwe aankoopjes ga laten zien, wil ik ook nog even zeggen dat ik een winactie voor jullie heb. Eén van jullie kan namelijk kans maken op een cadeaubon ter waarde van 100 euro. Dat is aardig wat geld en daar kan je ook heel veel leuke spulletjes halen bij de Xenos. Alle instructies van deze winactie zal ik hieronder in de beschrijving zetten. Ik hoop dat jullie allemaal mee gaan doen en laten we maar snel met het shopmoment beginnen. Kijk hoe leuk dit is. Ik ben er helemaal blij van. Wat zou ik dan halen? Is het dan inclusief plant of zonneplant? Ik denk zonneplant. Ik had nog plantjes nodig. Ik heb echt een zwak voor spaarpotjes, ook al weet ik het niet echt. Klein geld heb wat ik kan sparen, maar kijk hoe cute. Oké, zal ik een zwaar verhalen? Dit is toch zo leuk en handig. Daar kan je oortjes in opbergen. Dat is leuk. Ik ben thuisgekomen met aardig wat spullen. Ik krijg het niet eens in beeld. Het allereerste item is dit ding. En ik werd gelijk verliefd toen ik dit zag. Hij was €12,99. En je kan dit eigenlijk voor van alles en nog wat gebruiken. Ik dacht zelf dat dit misschien wel leuk is voor bij mij in de woonkamer. Dat ik hier wat plantjes en wat decoratie neerzet. Dat is het eerste wat ik in mijn gedachten had. Het is ook misschien wel leuk om hierop te zetten, al kan je zien dat het best wel vol is. Maar dit past er wel in het stijltje. Want zoals je kan merken, heb ik een bepaald thema in mijn huis. Mijn plan is dus om dit ergens neer te zetten. Maar je kan er ook voor kiezen om dit op te hangen. Want hier aan de achterkant geeft dit mooie ding de mogelijkheid om het ook op te hangen. Dus je kan het ook zo aan de muur doen. Dan heb ik iets wat we eigenlijk nodig hadden. Het is namelijk een koffiecupshouder. We hadden er nog geen één. Dit is geschikt voor de Dolce Gusto cups. En die hebben wij. En zo ziet de houder eruit. Dan heb ik een nieuw tasje gehaald. Met hele schattige parapluutjes erop. Ik zag hem zo bij de kassa hangen. En toen dacht ik, oké, ik wil deze hebben. Ik heb echt al een voorraad aan zulke linnen tasjes. Maar je kan er niet genoeg van hebben. Dus ik heb deze en er zit ook wat in. We hebben hier een spaarpotje. Ja, een spaarvarken komt altijd wel van pas. Als ik er geen geld in ga doen, dan is het ook wel heel erg leuk als accessoire. Maar misschien heb ik wel wat klein geld rond liggen. Dan kan ik dat hier gewoon lekker in doen. En dan kan ik lekker gaan sparen van al mijn klein geld. En dan heb ik iets wat zo leuk is. Oké, het zit een heel klein beetje. Oh nee, ik dacht dat het in een knoop zat. Het is een spiegel. En deze was €12,99. Ik had al een idee waar ik dit aan wilde ophangen. Of aan mijn deur. Zeg maar aan een haakje. Of ergens bij mijn kledingkast. Daar heb ik ook haakjes hangen. Even kijken waar het leuk staat. Maar ik vond het wel leuk met dit eronder. Dan hebben we de volgende tas. En ik zie hier iets minder boeiends. Maar wat wel heel erg handig is. Namelijk kledingrollers. Echt, Xenos heeft van alles en nog wat. Van leuk interieur tot handige dingen die je nodig hebt. Ja, ik had dit toevallig nog nodig. Dus ik heb dit ingeslagen. En dan heb ik iets zacht. Ik heb al zoiets vergelijkbaars. Ik zag dit liggen en ik vond het super schattig. Misschien dat ik dit in plaats van dit dingetje op mijn stoel ga doen. Of op een andere stoel. En anders als accessoire is het misschien ook wel leuk. Het is eigenlijk best wel heel erg zacht. Ik bedenk me nu ook dat dit misschien ook wel een leuke ondergrond is als je productfoto's maakt. Of ja, van bepaalde dingen foto's moet maken. I don't know what. Maar dat dit ook een leuke ondergrond kan zijn. En het is ook niet zo groot. Dus dit komt goed van pas. Ik heb echt een mokkenobsessie. Mijn keukenkast staat helemaal vol met verschillende mokken. En we hebben nu een nieuwe mok voor bij de verzameling. Hij is lekker groot. Als ik thee drink, vind ik het heel fijn om
een grote mok te hebben. Want dan kan ik lekker veel opdrinken. En de tekst vond ik ook super grappig. Dan hebben we iets wat ik als eerste zag toen ik de winkel binnenkwam. Namelijk deze mini terrarium. En ik kon echt geen keuze maken welke ik wilde halen. En uiteindelijk dacht ik van oké, deze vind ik denk ik het beste bij mijn stijl passen. Hij is overigens heel goed ingepakt. Dus dat is een voordeel. Gooi lekker de doos op de grond. Kijk hoe leuk. Ja, het is nu dat mijn hoekje heel erg vol zit. Maar misschien kan ik wel wat dingen verschuiven. Dat hij misschien in dat hoekje komt. Ik vind hem leuk. Doe me een beetje denken aan een piramide. Cute. Dan kon ik het niet laten om iets bij de snoepafdeling te halen. Ik heb namelijk zure Cadillacs. Deze vind ik eigenlijk stiekem lekkerder dan de originele. Dus ik heb dit voor als ik zin heb in een zoete snack. Dan heb ik ook nog een plantje voor in mijn terrarium. Oh, hij past er niet eens in. Of past hij er wel in? Oh ja, hij past erin. Dat is mooi. Ik heb een plantje. Oh, vet chill dat hij er gewoon in past. En ik vind het ook dat hij heel mooi matcht. Omdat het potje ook zwart is. En dat matcht dan met de hele terrarium. Ja, tof. Dan heb ik kastdeurhangers. Misschien is dit wel handig als ik die ene spiegel wil ophangen aan mijn kledingkast. Dan kan ik gewoon het haakje eroverheen doen. En dan kan ik vervolgens mijn spiegel eraan ophangen. Dus ik heb hartjes. Wat hebben we nog meer? Ik heb hier een klein vaasje. En toen ik het zag liggen dacht ik, hey, dit komt misschien wel van pas voor gewoon leuk als accessoire voor in mijn kamer of voor op tafel. Ik vind zulke elementen vaak gewoon leuk, ook al is het random en heeft het niet zeg maar nut. Toch vind ik het heel erg leuk om het gewoon ergens neer te zetten. Hier kan je ook een heel klein bloemetje in doen. Of iets anders leuk. Misschien wat steentjes of kraaltjes. Of je kan hem gewoon zo neerzetten. Dan heb ik een klein schaaltje. En misschien is het wel leuk om hier wat sieraden in te doen. Ik heb nu een andere, maar die is wat hoger. Maar voor de afwisseling leek het me wel leuk om een nieuwe te halen. En dat ik dan hier mijn dagelijkse sieraden in doe als ik ga slapen. Dat ik het gewoon op mijn nachtkastje neer kan zetten. En dan kan ik vervolgens de volgende dag de sieraden weer omdoen. En dan hebben we twee vaccinelichthouders. Ze waren echt niet duur. Dus ik wilde er sowieso wel meer halen. Maar ik zat even te twijfelen hoeveel. Dus ik heb er voor nu twee gehaald. Als ik er nog meer nodig heb, dan kan ik er altijd nog meer in staan. Ze hadden ook verschillende kleuren. Maar ik heb voor de witte, transparante gekozen. En ik ben van plan om dit in de woonkamer neer te zetten. Want daar zet ik heel vaak kaarsen staan. Ook hier, maar hier heb ik al andere kaarsen staan. Dan heb ik dit doosje. En in de winkel hebben jullie waarschijnlijk al kunnen zien dat ik hier heel enthousiast over werd. Ik weet niet waarom. Maar ik word altijd enthousiast van handige hebben dingetjes. Ik heb in het verleden ook al een keer zoiets gekocht. Maar ik kan het nergens meer vinden. Dus vandaar dat ik een nieuwe heb ingeslagen. En ik kon echt niet kiezen welke print ik wilde halen. Het liefst zou ik ze allemaal willen kopen. Maar ja, wat heb je aan drie opbergdoosjes? Nou ja, soms komt het wel goed van pas. Maar dit is dus een opbergdoosje waar je oortjes in kan doen. En toevallig ben ik op dit moment mijn oortjes kwijt. Ik heb geen idee waar ik ze heb laten liggen. Dus ik moet ze echt gaan zoeken. En als ik ze vind, ga ik ze direct hierin opbergen. Want dan weet ik tenminste waar ze zijn. Dus dit is een simpel opbergdoosje voor je oortjes, maar je kan natuurlijk ook andere dingen in opbergen. En dan zijn we aangekomen bij het laatste item. En dat is dit mandje. Ze hadden ook verschillende formaten, maar ik heb voor de kleinste volgens mij gekozen. Ja, volgens mij was dit de kleinste. En ik kon eigenlijk niet kiezen. Ik zat te twijfelen of ik de kleinste of de middelformaat wilde nemen. Maar ik heb uiteindelijk voor de kleine gekozen. Ik denk dat dat wel perfect is. Dit wijkt een heel klein beetje af van mijn thema. Maar dat maakt helemaal niks uit, want hij is super leuk. Maar ik denk dat die ook weer goed voor de woonkamer zal zijn. Want ja, mijn slaapkamer is al best wel vol. Tenzij ik het binnenkort op een andere manier wil inrichten. Dan kan ik wel een beetje gaan schuiven met verschillende dingen die ik in huis heb. Dit komt zeker van pas. Ik ben echt een opberg- en opruimfreak. Ik wil altijd opbergdingetjes hebben. Omdat ik dat veel leuker vind dan gewoon alles ergens dumpen. Dat waren dan
dan al mijn nieuwe aankopen van de Xenos. Ja, ik kan wel zeggen dat ik goed geslaagd ben. En ik kan niet wachten om nu mijn spulletjes zijn plekje te geven. Mocht je door deze video nu geïnspireerd zijn om ook iets te kopen bij de Xenos, laat het me dan ook vooral weten. Wie weet worden we interieur twins. En vergeet natuurlijk niet om mee te doen met mijn winactie. Alles staat nog hieronder in de beschrijving uitgelegd. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!